En deze video. Mijn naam is Wesley van VivaBoy1999. Met vandaag weer een nieuwe Jens Toornstra, manager queer mode <coughs> bij FC Utrecht. In deze aflevering gaan we starten met de wedstrijd, de bekerwedstrijd tegen PSV. En we hopen natuurlijk die kwartfinale te halen. <coughs> Zo. We hopen natuurlijk die kwartfinale te halen. En dan moeten we dus een goede wedstrijd zien te spelen tegen PSV, met wel wat aanpassingen. Mokono gaat spelen. Meissen krijgt zijn eerste plaats. Van de Hoorn speelt. Uh, Mali speelt. Gustafsson speelt. Saila <coughs> speelt. En dat zijn dus heel wat aanpassingen. Ook Emmanuelsson staat in deze basis En we gaan kijken hoe we met deze elf gaan, uh, hoe we dat gaan doen. Halver speelt nog steeds 0-0-0. die hier, uh, als ik het goed uitspreek, de kans met de voorzet probeert uh, binnen te werken. Maar dat lukt niet. En dat is het nog steeds 0-0. Dus een PSV en Utrecht hier in de achtste finale van het KVB-weekenterooi. Sangare. Bal richting Obispo. Vraag is, kan Utrecht die bal onderscheppen? Thomas. Eerst zelf die er bijna op zit. 0-0 nog. Zahavi. Gakpo. Gakpo. Doan. Let Zema. Met Semma. Komt hij al langs. Die komt al langs. Maar waar hij dan onderschept Goed. En nu misschien de counter over Utrecht. Gustafsson. Mahal... Malai, Of hoe je het dan zeggen. En maar dan wel zo'n goede paas. Richting Saila. En de voorzet uh, die dan niet goed uh, in de buurt komt van een medespeler. En zo is weer aan de andere kant op nu. PSV. Thomas. Gakpo. Thomas. Zahavi. Thomas. Het is even het en weer een tik van PSV. Die zo Probeer je richting het doel van. Uh, ook een uh, andere doelman te komen. Ook een uh, doelman die nog niet vaak heeft gegiept bij Utrecht. De eerste keer. Hier komt Dovica's eruit voor een 1-0. En het gebeurt ook. <coughs> Zo. 1-0 voor FC Utrecht. En het is Doevikas die zijn eerste maakt in het bekertoernooi. En Utrecht op een 1-0 voorsprong zet in deze eerste helft. Einde van de eerste helft. Komt u er op 1-0. Dan gaan we kijken hoe de tweede helft gaat verlopen. Natuurlijk hopen we dit te behouden. Maar PSV wordt wel sterk. Ze spelen natuurlijk thuis. Ook dat is voor hun een voordeel. Want PSV begint sterker te, 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 te spelen. Meissen, goede paas. Daar, misschien, nee, daar komen we misschien niet uit. Cruis was de bal kwijt. Obispo. Doan, nu onderschept door Maher. Doet het goed. Mahi, erin gekomen in de rust. Richting Malai. Malai. komt hij daar langs? Nee, niet. De bal is nu weer van Sangare. PSV nu weer Thomas en Gakpo. Oppassen nu, minuut 60. Nog steeds de voorsprong voor Utrecht. Maar PSV wordt sterker. Deze paas komt niet goed uit. Mokono haalt weg. Niet lekker uitverdedigd. Bal weer voor PSV. Gakpo. En Gakpo die zet het nu op een uh, versnelling. Goed gedaan door Van der Horen, De aanvoerder van uh, FSU, dit FC Utrecht in deze wedstrijd. Mike van der Horen, Mokono. Malai raakt de bal kwijt. Overigens een uh, ingooi waar niks uit gebeurde. De laatste 20 minuten. 1-0 voor Utrecht. En de vraag is: gaat het meer worden? Of komt PSV terug? Maroeke, ik hoop niet dat laatste, maar komt eruit. De gevaarlijke man van PSV schiet Kan Zahavi En Die gaat naast voor de spits van PSV. Zahavi, wel een hoekschop. Nee, een doeltrap gewoon natuurlijk. Doeltrap genomen. Hier de bal voor Jansen richting Warmerdam. Ander kan maar even aanval zoeken. Sila En uiteindelijk weer in de voeten van uh, een tegenspeler. Gutsen. En nu kan PSV weer uh, de aanval kiezen. Madoweken. Laatste kwartier. 1-0 voor FC Utrecht. Madoweken komt daaruit. Madoweken. Paas. Gutsen. Madoweken. Gutsen. Junior. En dan is het Gakpo. Die PSV op gelijke stand zet. Hier tegen FC Utrecht. We staan, het, ze staan gelijk. In de eerste tijd van deze laatste minuten van deze officiële. De laatste officiële minuten van deze wedstrijd van de reguliere speeltijd: 90 minuten is ingegaan. 2 minuten extra tijd. En als het zo blijft, gaan we verlengen hier in de strijd om uh, het knvb bekerplaats de kwartfinale plaats. Want de, de wedstrijd is voorbij. We gaan verlengen. En we gaan kijken of wij het in de verlenging naar ons toe kunnen zetten of dat het strafschoppen gaan worden tussen PSV en Utrecht. We gaan wel uh, wat aanpassingen maken. Um, ja, of dat ja, doen we zo meteen wel. Uh, in de wedstrijd zullen we wel wat wissels nog uh, zich voordoen. Misschien dat Van der Streek nog binnen de lijnen gaat komen. Hiervoor gaat PSV willen ze goed beginnen aan deze uh, eerste helft van de verlenging. Maar de weken warmer dan goed verdedigd. De man die weggaat, tenminste, gaat het uh, trans van lijst. Want uh, baas gaat komen. In deze aflevering gaan er ook de transers komen die we hebben gedaan voordat de het transperiode het begon. Mendy, trouwens ook binnen de lijn gekomen. Hier de jonge speler van Utrecht. Die wou spelen. Ondertussen al een minuut 118. En nog steeds is het 1-1. Maar ik al zei. Jullie gaan zo de transfers zien. Dus die we hadden behandeld. Van Wolfswinkel gaat komen. Oud-Utrecht spits. We gaan een andere opstelling spelen. Dus kortom. Jullie kunnen zo meteen dingen gaan, gaan genieten. De extra tijd zit er hier op. En die extra tijd gaat Utrecht zomaar de kans. Mandy en uiteindelijk hier nog een keer stond volgens mij. Maar die gaat er niet in voor de 1-2 in de slotfase. Hoekschop nu voor FC Utrecht. Kan Utrecht hier met de doelman die de hoekschop neemt? Die komt hier aan. En is verkeerd geraakt. Maar wel weer opnieuw de hoekschop nu voor uh, Utrecht. Nu gewoon een speler die hem neemt. Simon Gustafsson. Indraaiende in hoekschop. Komt er nog een 1-2 in de slotminuten? Hij wordt voorgebracht. Weggehaald door Sangaré. Opgevangen hier door uh, Sila, Die het zelf nog probeert. En dan is het uh, geen hoekschop meer. Maar we gaan het uh, met strafschoppen beslissen. Het gaat een, op een serie worden tussen PSV en FC Utrecht. We gaan het gewoon eens doen zoals het er staat. En PSV is de eerste die het mag nemen en die zit gewoon. Het is Gutsen die hem simpel binnenschiet. 1-0 voor PSV. Nu is het volgens mij Simon Gustafsson die Utrecht op gelijke hoogte moet schieten met PSV. Lukt het hem? Simon Gustafsson, inderdaad, 1-1. Nu is het Jody Gakpo. en die ziet hem ook binnen. Het is 2-1 voor PSV. Nu weer. FC Utrecht. Met volgens mij Mahi. Wordt het 2-2. Het wordt 2-2. Dus ja, het is wel Mahi. En dan ziet het hem dus ook gewoon binnen. 2-2. Nu weer PSV. Voor nu gaat het gelijkwaardig op. Ook deze zit er weer in. Dit is wel grappig. De andere, weet niet wie dat, dat hij vol was. Maar dat maakt niet uit. Kan het nu dan 3-3 worden? Dat wordt het niet. De redding van de doelman. En dan gaat het nu spannend worden. Kan de jonge doelman van Utrecht deze houden? Hij gaat er niet in. Ze schiet hem op de paal. Zo staat het. De voorsprong nog wel PSV met 3-2. We kunnen nu weer op gelijke hoogte komen. Wordt het hier 3-3. Het wordt 3-3. Nu weer PSV. Komt er nu weer een kans voor de voorsprong van voor PSV? Jazeker. Als deze gered wordt of gemist wordt, gaat PSV door. Mandy. Hij doet het prachtig. En dan is het de 4-4. We gaan nog even door dus. PSV nu. Gaat er ook gewoon nog in. Als deze weer gemist wordt, dan is het klaar. Ja, maar ja, Mandy schoot hem net ook gewoon in. Nu hoger de touwen, gaat hij er ook net in hoor. Het geluk vierde Doelman voor FC Utrecht. Nu weer PSV. En deze gaat er ook net in. Max, wordt deze dan nu wel gered? Of gaan we gewoon door? Het is een lange strafschoppen serie. 6-5 op PSV. Het wordt 6-6. Nu PSV. Ik zou toch zeggen: PSV moet toch wel weer een keer gaan missen. En dat doen ze ook. De redding voor de doelman. Als deze zit voor Utrecht, dan gaat Utrecht door naar de kwartfinale. Gaat de aanvoerder Notenbene Mark van der Hoorde, wij het beslissen? Nee, de redding voor de doelman. Dan gaan we nog steeds door in de strijd om de kwartfinale plaats. En hier weer de redding van de Utrecht-doelman. Dan moet deze nu zitten. Dus Notenbenen. Volgens mij onze jeugdspeler. Die hier de kans krijgt, maar die krijgt er er ook niet in. Weer PSV. Nu onder de haafklap worden strafschoppen gemist. Ook deze wordt gered. Weer Utrecht die de beslissende kan nemen. Mokono, de rechtsachter, wordt hij het dan? De held van Utrecht. En hij wordt de held van Utrecht. Het is de 7-6 het is de rechtsachter. Mokono, die Utrecht naar de kwartfinale brengt van het kvb toernooi Toornstra vliegt zijn spelers in de handen. Het is een lange wedstrijd geweest. Een lange strafschoppen serie. Waar het onder 7-6 is geworden. Bijna waren we bij de keepers aangekomen. Hij is binnengevallen uiteindelijk door de rechtsachter van FC Utrecht. De wisselrechtsachter, Mokono. En zo gaat Utrecht door naar die kwartfinale. Het blijvende race in het kvb toernooi Gaan we nu uh, wedstrijd krijgen nu tegen Fortuna. Maandelijkse scout. We nou, hebben niet zoveel turbines tussen zitten. Ja, eentje. Even kijken. Nee, nog niet. Dat krijgen we zo meteen. Uh, Fortuna FC Utrecht. Winnen we met 1-0. Even kijken. Nu tegen Twente. Simuleren we ook. Want ja, het is misschien riskant, Maar ik wil de 12 periode in. Utrecht Twente. Wat wordt dit? Deze wedstrijd verliezen we met 2-0. Oké, dat is even wat minder. Maar goed. We staan op een... Uh, Derde plaats is op zich mooi. Uh, Seiler gaan we verkopen. Die gaat naar Young Boys. Dus krijgen we ook weer wat geld van. Custasson, ja, reageren we wel even op. Maar Saila gaat dus weg. Die is nu verkocht. En uh, natuurlijk een paar andere spelers die weg zijn in Raildeal. Deze Sang uh, Sagre is terug. Die speler is terug. Deze hebben ze. Die is terug naar ons. Oké, okay, die is weg. Deze is gekomen voor de rest. En dan natuurlijk in Raildeal spelers die weg zijn. Uh, we hebben natuurlijk even kijken. Hoe gaan we dat doen? Cornelis gaat staan naast Jago. Dan hebben we baas natuurlijk voor Warmerdam. Warmerdam gaan we dus uh, uh, verkopen. Yassiri gaat in de, op de bank zitten. De jonge speler van Wolfswinkel gaan we de basis zetten. Voor Gustafsson. Met andere opstelling gaan wij spelen de 4 -4 -1, 4 4 1 1 opstelling. Dat betekent met twee spitsen: Doufikas en de achter van Wolfswinkel. Dan gaan we het zo zetten. Timber halen we er ook uit. Nee, maar her halen we eruit. Timber Ja, even kijken hoe ik dat doe. Ehm. Uh, ja, m m m m m m uh, madi madi die gaan we erin zetten. Uh, oh, ik ben even vergeten, die is, is de Rookie vergeten. Die gaan we daaruit halen voor Timber. Eerst uh, even wat spelers dus op de transferlijst zetten. Deze doelman mag weg. Keizer is onze eerste doelman. dan zat op de transferlijst. Uh, even kijken hoor. Jans, uh, even kijken. Uh, Gustafsson, maar her. Gustafsson ga ik op de lijst zetten. Misschien dat hij ook verkocht wordt. Timber houden we. Um, McDonald op de leenlijst. Je mag wat ervaring op doen. Uh, Zeruki was ik even vergeten hier, maar die gaan we dus uh, wel naar het elftal zetten. Die gaat in de basis komen voor uh, Timber. Zo hoe ziet dus dit Utrecht er nu uit. Als jullie nog suggesties hebben om spelers te halen, laat het gerust achter in de reacties. Van Wolfswinkel, oud Utrechtspeler, is dus terug. Staat ook nu in de basis, samen met uh, Lufikas, de spits. Warmerdam gaan we verkopen aan Venabatje. Die is vertrokken. De kust houden we. Uh, even kijken. Mahi verkopen we aan Anderlecht. Uh, maandelijkse scouts nu van Italiaanse spelers. Hebben we één goede Italiaan tussen zitten. Die voegen we toe. Angelo is een RVV. Moeten we even ombouwen naar rechts achter. Um, kok. Ja, die gaan nog niet echt omhoog deze Nederlander. Als die niet omhoog gaat, dan gaan we gewoon uh, uh, wegsturen. Even kijken hoor. Um, baas. Oh, ja, van ontwikkelingen dingen neer uh, veranderen. Dat ze wat beter gaan groeien. Hij is pas 18, dus uh, moet er op zich wel goed komen. Deze gaan we dus naar rechts achter zetten. Duurt 20 weken, dus dat uh, duurt nog wel even. Maar ja, hij is 16, dus uh, we kunnen alle kanten met hem op. Hopen dat het de goede wordt, deze Italiaanse rechts achter. En Yassiri gaan we ook even kijken. Zo. Gruber, die uh, is nog bezig, maar is ook niet echt van harte. McDonald lenen we dus uit, dus hoeven even niet. Costa, ja, die gebruiken we niet eens, dus ja... De oude speler, dus die blijft gewoon op de bank staan en doet niks. Maar hier verkocht, waar we dan verkocht, maar herverkocht. Alhoewel, nee, ik ga onderhandelen met Maher. Maar waar we dan dus verkocht, maar hier is verkocht. Uh, we gaan kijken hoe het met en Her zit, of we die kunnen verkopen, voor bedrag wat wij willen. Ik wil 7 miljoen, maar als dat niet akkoord gaat, dan is het jammer, dan blijft hij gewoon. Hoe is het dan als, als bankzitter, want uh, de basisplaats krijgt hij niet. Zerouki heeft de basisplaats, heeft de voorkeur van Jens Stornstra voor nu. Ik weet nooit wat er gaat gebeuren, natuurlijk. Even kijken. bondswars Roemenië wijzen we af. Balk blijft bij de club. Dus die wijzen we ook af voor een uitlening. Die blijft gewoon. Even kijken hoor. Ols. Uh, ja, hele lastige naam. De keeper in ieder geval. Die gaan we verkopen. Die gaat uh, naar deze club toe. Prima. Tot ziens. Een dommel die we toch al niet echt gebruikten. En de, wedstrijd, de volgende wedstrijd is tegen Ajax. Is dus, dus uh, maandag weer. Morgen natuurlijk uh, de Mario Been-coureur-mode. En uh, zowel zaterdag ook en zondag natuurlijk de spelersquare mode. Morgen of vandaag trouwens ook de verspreiding van mij van de wedstrijd. En dan vrijdag de wedstrijd na aflevering van de wedstrijd van morgen. Feyenoord tegen, uh, tegen uh, Partizan. Dus dat gaan we dan allemaal bekijken. Ik ga even kijken of hier nog wat spelers tussen zonder die wel. Wat, ik, ga, ik heb een paar op de lijst gezet. De Ronaldo en ik waren gaan kijken. Misschien op zijn contract af. maar dat gebeurde dus niet. Uh, braaf, die zetten we wel op de lijst deze speler halen nou, we weg oké okay. en dan is de volgende aflevering dus tegen Ajax gaan kijken wat het wordt dan bedankt voor het kijken nu en later